je de bootjes nou vastleggen dan, met een betonnen rand? Want ze doen allemaal overal van die dingetjes. En daar weer een. Daar zit meneer in mijn postmandje. Hoe geweldig is dat? Jongen, nog en toe. Zit je er lekker, man? Dat mag wel hoor. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik heb de computer uit. Op die klok is het bijna 10:50. Ik weet niet eens hoe laat het exact is, want ik loop voor en die klok loopt denk ik wel weer achter. Ik heb er 12:52, dus 2 minuten voor. Ik ben altijd iets voor, want dan ben je tenminste overal op tijd als je een afspraak hebt. Ik moet de meisjes nog even uitlaten, de rest is allemaal al gedaan. Want ik moet op verjaardag zitten. En daar mag ik dus niet vloggen. Nee, helaas, pindakaas. Maar ja, dat moet je respecteren. Dus ja, dan maar een dag eventjes bijna helemaal niks of helemaal niks. Maar ja, ik ben er wel. Ja. Elming ligt daar. En Rijka ligt daar. En Kandas zit in de hal te eten. Ik heb mijn jas al hier. Ik ga ze lekker even uitlaten. Het weerbericht die zegt pas dat we vanavond om 6 uur... extreem weer krijgen, regen, et cetera, weet ik veel wat. Maar dan hoop ik wel voor die tijd weer ook bij de winkel geweest te zijn, om toch weer even wat boodschapjes te doen. Dus ja, dat dus. Dus een hoop te doen. Geniet van je dag. Ga ik ook proberen te doen op verjaardagsvisite. Kijken of we daar kunnen genieten. Ze zijn niet zo van het genieten, nee. Ze zijn een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ik ben een wappie, maar zij niet, nee. Nee. Oh god, nee. Het is al elleboogjes en op afstand. We hoeven die afstand niet meer te houden. Dus ja, maar ik vind nog één ding raar. En Rutte niet. Hugo de Jonge, die geeft mij geen antwoord hè, op Instagram. Ik heb hem een privébericht gestuurd, maar antwoord geven doet die klojo niet. Hugo de Jonge, ja. Ik heb hem... ik heb nou weer een vraag voor hem. En ik hoop dat hij ooit deze vlog mag zien. Want ik heb deze vraag. Nou mogen we wel knuffelen. Van jou, Hugo. Maar waarom geen handdruk? Wat is nou erger? Knuffelen of een handdruk? Ik dacht van knuffelen. Dus een handdruk, je kan je handen toch dan weer warsen? Maar knuffelen, hoe, wat, waar? Dat mag je mij eens uitleggen, Hugo de Jonge. Want je bent niet, je spoort niet, er zit daar een draadje los en meer dan één. En niet alleen bij jou, maar die van die vriendjes van jou ook. Zoals bij Mark Rutte en, hoe heet die andere gek, Rapperhaus. Ja, jullie sporen allemaal niet. Jullie horen alle drie, nou en misschien wel meerdere, maar jullie drie sowieso, alle drie. Achter de tralies opruimen. Ja, ik snap de rechters niet. Ik snap de politie niet. Dat ze daar niet aan denken. Jullie zijn fout bezig. Wij het volk niet. Maar jullie wel. Ja. Maar oké, later maar. Wij gaan genieten. Lekker puh. En wat jij doet, moet je zelf weten. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden... Ik ga mijn hondjes doen en daarna moet ik weg. Want ik moet nog binnen, want zij vraagt om een envelop met inhoud. Hij vraagt om een cadeaubon bij de Praxis. Nou, dan kom ik toch langs, weet je. Dus dat komt allemaal. Dus ja, dat. Dus we gaan er vandoor. En ik zou zeggen, geniet van je dag. Ik ga het ook proberen, dus geniet met mij mee. Ook al is het maar een klein beetje. Lieve vrienden, er viel mij wat op aan de overkant. Op die betonnen rand aan de kant van het water. Ik zal inzoomen. Kijk hè. Daar even. Kijk. Daar kun je een bootje aan vastleggen. Ja.
Dus dat doen ze keurig. Ik dacht al, hoe moet je de bootjes nou vastleggen dan met een betonnen rand? Maar ze doen allemaal overal van die dingetjes. En daar weer een. Ja, en dat is nou ja, de hele rand, hè. Komt eronder met die dingetjes. Daar ook weer een. Daar weer een. Dus ja, dat komt ook allemaal aan deze kant. Oh, even uit. Nou weet ik niet meer welke kant ik op moet zoomen. Terug, zo. Komt ook dus hier al, allemaal. En het komt ook allemaal nog dicht. Er is al een gedeelte dicht, daar ginds. Maar ja, helemaal top. Kijk, daar zie ik nog een trappetje. Ha! Zien jullie dat? Voor de eendjes. Denk ik. Vermoed ik. Zit er ook aan vast. Wat leuk! Nou ja, we zullen het meemaken en beleven. Ja toch? Oh. Zo. Dus ja, dat wou ik jullie even laten zien. Daar reed er nog eens zo'n trappetje. Ja, leuk. Daar dus. Ja. Maar ja, die twee staan te piepen. Dus we gaan weer verder. Lieve vriend, ik ben al hele geruime tijd thuis. Ja. En die twee waren natuurlijk hartstikke blij. Ook ben ik voor jullie bezig. Maar ook heb ik Karen aan de telefoon. Maar ik zou even naar de wc. En wat zie ik tot mijn verbazing. Ik lag gelijk in een deuk. Daar zit meneer in mijn postmandje. Hoe geweldig is dat? Jongen, nog aan toe. Zit je er lekker, man? Dat mag wel hoor. Nee, je hoeft er niet uit. Ja, toch wel. Nog even, zal ik er een dekentje erin leggen? Hé? Hé. Hey. Ja, man. Nou, is dat lekker. Voor die koude brievenbus. Mal katje. Hé? Hey? Mal beestje. Ja. Och, 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 klein hoopje dopie. Hé? Hey? Maar je komt er echt niet meer uit, want de lantaarnpaals die gaan zo aan. Als ze al niet aan zijn. Nee, zijn nog niet aan. Maar ze gaan wel aan, want het is al bijna donker. En het is rot weer. He? En we zeggen altijd, voordat de lantaarnpaals aangaan, binnenwezen. Ja, echt waar. Hé, kereltje. Of niet dan? Jij. Dus ja, dat dus, hè? Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Lieve vrienden, het is alweer reeds heel erg laat. Het is alweer 3:23 op de computer. Ja, een hele tijd met Karin lekker zitten te kwekken en te doen. En ik heb ook nog even bezoek gehad gisteravond, moet ik eigenlijk alweer zeggen. Ja, want het is vandaag al 3 oktober, zondag. Maar ik zeg nog niet goedemorgen, nee, ik zeg wel trusten, want ik ben een beetje moe. Dat ja, ik ga maar eens naar mijn bedje toe, ja. Dus wens jullie allemaal even een goede nacht, slaap lekker en droom zacht. Namens Corine en de Beestenbol.